Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianland Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 22 hier in Oostenrijk. Een prima race voor mijn doel. Waarom? We zijn snel op snelle circuits. Net als in Canada, daar haalden wij onze eerste punten binnen van het seizoen. Maar heb je die vorige race dus gemist? Zal ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven dit i'tje. Klik erop en zet die video bescheiden. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Altijd in het weekend twee video's van F1 22 My Team Career Mode. En ja, deze race belooft extra spannend te gaan worden. Waarom? We hebben een sprintrace. Yes! 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 Dus twee races in één klap. Wie wil dat nou niet? Ik in ieder geval zeker niet. Maar goed, hopelijk dat wij deze race punten kunnen gaan pakken. Dus op naar de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken wat dit gaat worden. Hopelijk kunnen wij doorstromen naar het tweede kwalificatiedeel hier in Oostenrijk. De gearbox is wel wat beschadigd, dus ja, daar moeten we helaas zien mee te leven. Net als daar de vijfde bestelling ontbreekt. Dat is helaas wat minder. En dan komen we aan bij start-finish. En dan laten wij een 1.7.4 noteren. Een vijfde tijd voorlopig. Einde van Q1. En is het gewoon kijken wat deze ronde wordt. Staan op een P20 voor Oscar Piastri. Dus dat is goed. Dat is heel goed. En dan zijn we aanbeland bij het einde van de tweede run. En dan komen we aan bij start finish en dat is een 11e tijd. Jazeker, een 11e tijd. En dan zijn we door naar Q2. We zijn door naar Q2, dat is heel goed om te zien. En dus is het afwachten wat deze rondetijd gaat worden. Ik ben benieuwd, met nog ongeveer 2 minuten en 30 seconden op de klok. Eerste bocht nemen wij heel erg goed, jazeker, zo hoort het ook. En dan komen we aan bij het einde van mijn laatste run hier in Oostenrijk. Mark geeft allemaal tips en dat soort dingen, daar hebben we helemaal niks aan. En wij noteren een 1.6.5. Goed genoeg voor een 12e plek. Maar we zijn teruggezakt naar een P14. Op 1,4 seconden van Lewis Hamilton. Dus zitten er wel bij. Jazeker, een P14 dus voor de sprintrace. Goed hoor, pakken Albon en Magnussen. Dus is op naar de sprintrace voor aflevering nummer 22. Daar gaan we nog. It's wet here today and we're expecting the downpours to continue. This will make for a difficult sprint for all the teams. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. Charles Leclerc lines up on pole position and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Norris, Sergio Perez and Hamilton, Russell, Ricciardo, Fernando Alonso and Esteban Ocon, Joe, Gasly, Mick Schumacher, the Professor, Albon, Magnussen, Lance Stroll and Robert Schwartzman, Latifi, Tictum, Tsunoda and Oscar Piastri. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen, zegt de engineer.
En ja, volop regen in de sprintrace. We gaan beginnen voor de Formation Lab. Kijken wat dat ons gaat brengen. We starten dus op een P14 doordat mensen grid penalties en straffen hebben gepakt. Alles dus opwarmen, zegt Mark. Dus ja, dat gaan we dus ook doen. Ik verwacht er niet te veel bijzonders van, terwijl we daar wel de auto kwijt zijn. We zijn de auto kwijt, maar redden hem mooi. We moeten nu even Albon zien in te halen. En dat doen we ook. Wel even opletten dat de Magnussen daar niet voorbij gaan. En we zijn weer terug op de juiste positie. Mooi. En dan zijn we dus bij de startprocedure aanbeland voor de sprintrace hier in Oostenrijk. En gaan dus kijken wat we ervan kunnen gaan pakken. Terwijl Schwartzman er even stil staat. Ook een Williams staat daar stil. Ik denk dat die elkaar hebben geraakt tijdens de Formation Lab. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 22 hier in Oostenrijk voor de sprintrace. 12 rondes lang. Knokken, knokken, knokken. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Albon is beter weg. Iedereen doet het even rustig aan. En we gaan hier voor een gat aan de binnenkant. Jazeker, dat lukt ook. Terwijl er even Albon aan de binnenkant zit. En hier is het heel krapjes. En dan heb ik daar helaas iemand geraakt. Een hele opstopping hier in de eerste bocht. En wij moeten helemaal van achteraan terugvechten. Jammer, maar helaas. Gele vlag wordt gezwaaid, maar we kunnen weer verder. Laatste plek in de sprintrace. Latifi op P21. Sorry, Tsunoda op P21. Latifi op P20. Stroll op P18. Hier is een herhaling wat er is gebeurd. Dit is volgens mij Albon. Maakt hier een dive om. Het is hier gewoon vier dik tussen een Alfa Tauri, mijzelf, een Aston Martin en een Alfa Romeo. En dan is het helaas Albon die mijn race verziekt. Jammer. Echt jammer dit. We zitten in ronde nummer 2 als het geel is. Gele vlag wordt gezwaaid. Stroll is langzaam, Piastri is langzaam. We gaan hier heel veel mensen inhalen onder Gil, dat mag blijkbaar. En Piastri heeft een 5 seconden tijdstraf gekregen. Hetzelfde geldt voor Robert Schwartzman. Wij dus naar een P18 in de race. En de safety car is uitgeroepen. Wat is er dan gebeurd? Aan boord bij Verstappen. Oh, en die is hem kwijt. Max is hem kwijt. En gaat hij weer terug het asfalt op. Daardoor moesten heel veel mensen afremmen. En zo konden wij een aantal posities pakken namelijk. Wat een chaotische sprintrace tot nu toe. En dan zitten we in ronde nummer 5 als de safety car weer naar binnen duikt. Piastri heeft dus een 5 seconden tijdstraf aan zijn broek gekregen. Ik denk vanwege een touché met iemand anders. En wij gaan nu proberen om Ocon te veroveren. Zorgen dat hij niet wakker is. En dat wij een plekje omhoog kunnen schuiven in deze sprintrace. Wij moeten namelijk ook wakker zien te blijven vanwege Oscar Piastri die achter ons rijdt. Latifi op P18. En de safety car is in de pitlane. De Ferrari-rijder mag het tempo weer gaan bepalen en zometeen weer los. En dan zitten we in ronde nummer 6 van de race. Klein beetje overstuur op de curbstone, dat heeft mijn exit wat verpest. En we zitten op de helft van de sprintrace, jazeker. Klein beetje te wijd bij de eerste bocht. En Piastri kan zometeen aanvallen. Zit te kijken aan de buitenkant.
Maar wij remmen later. Jazeker, en duwen Piastri daar een beetje op die curbzone, dan kunnen we Ocon daar via de buitenkant mooi passeren. Jazeker. En dat is P15. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. Voor P14. Ocon kan terug aanvallen, doet hij ook aan de binnenkant. Maar wij laten ruimte over. En dan zitten we in ronde nummer 7 van de race. Als we daar dan aan de binnenkant van Tsunoda proberen, lukt dat? Jazeker, dat lukt. En het is P14. De volgende heet dan Dan Ticktum. Een prima sprintrace tot nu toe voor ons. En Ferrari is los. Tikt hem aan de buitenkant, lukt helaas net niet. We gingen daar iets te wijd. En hier lukt ook helaas niks. Charles Leclerc noteert de snelste race ronde met een 1.16.3. Piastri naar een P16. Kunnen we hier aan de binnenkant zometeen kijken bij Dan Ticktum voor P13. Lukt niet, dan aan de buitenkant. Jazeker, maar raken elkaar daar per ongeluk. En Dan Ticktum houdt die positie vast. Yuki Tsunoda zit misschien te kijken bij ons. Aan de buitenkant en wij vallen daar Dan Ticktum aan. Aan de binnenkant, hij laat gelukkig ruimte over. En dat is P13. Dan zitten we in de laatste ronde en Charles Leclerc wint hier de sprintrace in Oostenrijk. Vertrekt dus vanaf pole position voor de hoofdrace. Wij gaan hier als een 13e afvlaggen. Jazeker, goed gedaan. En dan is het op naar de hoofdrace en kijken wat dat dan gaat worden. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Nou, hierbij dan dus de uitslag van de sprintrace. Charles Leclerc wint dus de sprintrace. Carlos Sainz naar P2. Norris op P3. En wij dus op een P13. Daar starten wij dus de hoofdrace op. En ja, Verstappen op P7. Perez op P4. Zhou pakt het laatste punt in de sprintrace. En is het op naar de hoofdrace voor aflevering nummer 22. Daar gaan we dan. This is it then, race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. Not long to go before our drivers hurtle off the line and into the first turn. The Niki Lauda Curve, as it was renamed in 2019, in memory of one of Formula One's most beloved figures. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of around 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill turn three. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Perez, George Russell, and Hamilton, Verstappen, Albon, Ricciardo, and Fernando Alonso, Schwartzman, Ticktum, Yuki Tsunoda, and Latifi, Mick Schumacher, Oscar Piastri, Lance Stroll and Kevin Magnussen. Joe, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ocon, Gasly and the Professor. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen.
Dan zijn we aanbeland bij de startgrid voor de hoofdrace hier in Oostenrijk voor aflevering nummer 22. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik weet het namelijk ook niet. Hopelijk kunnen we naar de punten rijden, maar je weet het maar nooit. Er kan van alles hier gaan gebeuren. Geen regen voorspeld. Neem een extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Een eenstopper medium hard is de strategie. Gaan we gewoon beginnen voor de formation lap. We starten dus op een laatste plek. En dan zijn we los voor de formation lap. Jazeker. Het dagelijkse routine van Mark Priestley dus. Allerlei info vertellen die ik al weet. En dan komen we aan bij onze gridslot op de laatste plek. Waarom? Ik heb wat componenten laten vervangen na de sprintrace en de auto stond in Parc Fermé en dus weet je dat. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 22 hier in Oostenrijk. De lampen gaan aan voor de hoofdrace en ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen matig weg, want veel wielspin te pakken helaas. MGUK heeft problemen, zegt Mark Priestley, boeit mij niet. En we kijken aan de buitenkant van Gasly, lukt dat? Hier een drag race, beide met Honda motoren en Gasly komt daar als sterkste uit. Is daar drie dik tussen Magnussen, Stroll en Guanyu Zhou. Gasly probeert daar aan te vallen bij de Chinese coureur. Maakt ook een divebomb naar Lance Stroll en Magnussen. Touché met de beide Williamsen en een Alpine. We pakken hier heel veel rijders. Jazeker op de exit. Magnussen heeft daar wat meer topsnelheid in zijn Ferrari motor zitten. En moet hier even afremmen. Kijken wel bij Magnussen. En Gasly doet hetzelfde bij Esteban Ocon. Dat zijn twee jeugdrivalen die met elkaar knokken om P17. Maar wij hebben tenminste een goede start meegemaakt. Magnussen aan de binnenkant in de Williams. Zit daar nog steeds. Moeten hem de ruimte geven. En dit keer is het echt P19. Jazeker. Dan zitten we in ronde nummer 3 van de race. Als we daar Gasly aan de buitenkant pakken. En het is daar Ocon die even in de ronde wordt getikt. Of zelf die fout heeft gemaakt. Yuki Tsunoda is uitgevallen. Want Stroll is uitgevallen. En de virtual safety car is op de baan geroepen. Nee, de safety car is op de baan geroepen. Oké. En rijden op een P14. 6 plekken goed gemaakt in 3 rondes tijd. Jazeker. Herhaling van Esteban Ocon. Oh, die is hem kwijt op de exit. Ocon verloren. En heel veel brokstukken vliegen daar door de ronde. Aan boord bij Gasly. Kon hij hem nog ontwijken? Ik denk het niet. Wij pakken daar hem trouwens mooi buitenom. En ja, Gasly en Stroll rammen er gewoon bovenop. Wat een harde klap. Aan boord bij de Canadees die hier in gevecht is met Yuki Tsunoda. Sorry, met Gasly. Met Yuki Tsunoda. En ja, en dan kan Stroll Gasly niet meer ontwijken. En 2 uitvallers in een bizar incident. Stroll en Gasly. Safety car duikt weer naar binnen. En wij zitten achter Kevin Magnussen voor P13. We moeten een goede herstart zien te hebben. Want wij voelen de druk van Gasly. En hebben hier een goede herstart? Jazeker, Gasly is minder goed weg. En zometeen komen we aan bij bocht nummer 2. Daar kunnen we misschien gaan aanvallen op Mick Schumacher. Geen Kevin Magnussen, op Mick Schumacher dus. Lukt hier nog niet. Aan de buitenkant misschien? Nee, jammer. Zitten we einde ronde nummer 7. Als we daar Schumacher in een foutje dwingen. En dat is P13. Jazeker, de volgende heet dan Nicolas Latifi. Voor P12. Rijden er al flink naartoe en hier dan onze overtakeknop aanzetten. En er naartoe rijden door de slipstream. Schumacher zit te kijken naar de buitenkant. Lukt niet.
En dan hier weer precies hetzelfde verhaal. Latifi weer in een foutje gedwongen. En dat is P10. Rijden in de punten, jazeker. En Tiktum en Schwarzman hebben het met elkaar aan de stok. Wij zien dat en kunnen naar de Russische coureur toerijden. Hebben ook DRS en Schwarzman heeft dat niet. We zitten in ronde nummer 10 van de race. En aan de binnenkant proberen, terwijl het hout hier begint te kraken door de warmte. Lekker boeiend. Hier dan aan de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt. Dat lukt en het is P9. Jazeker. 2 punten erbij. Zo hoort dat. En nu naar de Britse coureur Dan Tiktum toerijden en misschien hopelijk er voorbij. Dat moeten wij zo snel mogelijk zien te doen. Want ik verwacht dat Mick Schumacher zometeen gaat aanvallen. En wij duiken naar binnen in ronde nummer 16. En we gaan naar de harde band. We gaan hier de race op die harde compound uitrijden met nog 20 rondes te gaan in de race. En ja, hoe goed wordt die pitstop? Kan Schumacher ons voorbij? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. 2,3, prima pitstop. En komen voor Mick Schumacher weer het asfalt op. Dan rijdt Piastri ongeveer 4 seconden voor ons. Maakt daar maar even 4,9 van. 5,1 seconden voor ons. En dus moeten wij Piastri zien in te halen. En we zitten nog niet op de helft van de race. Duurt nog een ronde. En dan zitten we in ronde nummer 19. Als iedereen naar binnen is gedoken. En dus rijden wij weer bij Dan Tiktum hier aan de binnenkant. Het was een opportunistische move. Dan Tiktum zag ons gelukkig. En dook op het allerlaatste moment nog weg. Anders hadden wij sowieso een spin met de auto. Dus eigenlijk is het Dan Tiktum die beide races voor ons heeft gered. Tiktum namelijk met die mooie save voor mijzelf en hem. We zitten in ronde nummer 21. Als we daar Daniel Ricciardo hebben aan de buitenkant, wou hij dat doen, maar dat is mislukt. En dus rijden wij nog steeds op een P10. Een puntje erbij, daar doen we het voor. Dat is feest voor ons. En moeten nu Daniel zien af te stoppen. En dan zitten we in ronde nummer 24 als we dolverwezen zijn naar een P8. Hier dan aan de buitenkant probeert Ricciardo het, lukt niet. En duwen we hem daar meerdere malen wijd. En het is nog steeds P8. Hoppata, voor ons rijdt Max Verstappen, die een slechte race kent. Hamilton rijdt op een P6. Volgens mij leidt Charles Leclerc de race, als ik dat goed zeg. Hoeven niet op de banden op te letten, zegt Mark Priestley. De banden zien er nog goed uit. Focus jij maar op de race. 21,3 seconden is het naar Max. Maak daar maar 21,5 seconden van. En dan zitten we in ronde nummer 25 van de race. Als Ricciardo het daar opnieuw probeert aan de buitenkant, lukt dat deze keer? Het antwoord is nee. Nee, nee, nee. Ricciardo nog steeds aan het stoeien met ons voor P8 in de race. Dan Tiktum is naar de Australië toegereden en rijdt op een P10. Proeft daar 2 punten in plaats van 1 punt. Er komt ook wat bewolking op het circuit, dat zie ik. Want ik kijk naar het scherm. Zitten in ronde nummer 30 van de race. Ricciardo aan de buitenkant, dit keer er voorbij. Kunnen wij terug aanvallen. Laat remmen. Jazeker, want Ricciardo blokkeert zijn band. En wij profiteren daarvan. En het is nog steeds P8. Jazeker. Goed gedaan. Nu proberen weg te rijden van Ricciardo. En zo buiten zijn DRS range te komen. En dan zitten wij wel goed. En dan zitten we in ronde nummer 31. Ricciardo is weer naar ons toegereden. Alonso op P10 rijdt in de punten. Ricciardo aan de buitenkant dit keer lukt ook niet. Wij duwen hem daar wijd. En dat is nog steeds P8. Een prima race voor ons. Was trouwens geen gearbox die het begaf. Maar een onderdeel die wat beschadigd is. De gearbox is gewoon vervangen. Wist ik niet dat dat ook inbegrepen was. Maar dat onderdeel moeten wij wel in de volgende race zien te vervangen. En Ricciardo aan de buitenkant. Lukt dat?
Dat lukt net niet. Wij proberen laat te remmen en dat lukt ook. En dan zitten we in ronde nummer 32 als het wat bewolkter begint te worden. Hier in Oostenrijk, Ricciardo aan de buitenkant weer. We schieten wat door. We schieten door, Ricciardo kan terugkomen op de exit. Maar wij gooien hem een overtakeknop aan. En het is nog steeds P8. Ricciardo kan in de slipstream komen. Als het daar geel is in sector 1. Daar valt iemand stil. Oh, Ricciardo raakt ons. Ricciardo heeft ons geraakt. En wij hebben wat schade opgelopen. Latifi uitgevallen en de sidepods zijn wat beschadigd. Ricciardo met een kapotte voorvleugel. En wij moeten nu alles goed zien te bewaren. Ricciardo aan de buitenkant hier bij het snelle gedeelte. Wielen haken een klein beetje in elkaar. Ricciardo wijd geduwd. En Alonso op P10. Hij kan misschien ook nog aanvallen. En dan zitten we in ronde nummer 33 van de race. Ricciardo aan de buitenkant. Probeert het en blokkeert weer een band. En wij duwen daar de Australiër compleet wijd. En Alonso profiteert daarvan. P9 voor de Spanjaard. Zometeen mag hij niet aanvallen vanwege gele vlag in sector 2. Daar staat Nicolas Latifi nog steeds stil. Alonso probeert het wel. Maar wij weten hier wel raad mee. En dus is deze kans voor Alonso verkeken. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Charles Leclerc gaat hier dus alweer een race winnen. Hij doet het beter dan in real life. Want tijdens de grote prijs van Nederland, ja, werd hij tweede. En wij gaan hier weer punten pakken. Jazeker. Tweede puntenfinish van het seizoen. Tweede race achter elkaar dat we punten pakken. In Canada was het raak. Daar finishen we als een P8. Hier gaan we ook als achtste finishen. In totaal is het 8 punten op onze naam in het rijderskampioenschap. Goed gedaan, is het op naar de volgende race. So another excellent win from Ferrari. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Nou, hier ben dan dus de race-uitslag. Charles Leclerc wint dus weer een race na de sprintrace. Pakt hij ook de hoofdrace met de snelste racepunt. Een 100% score voor de Monegasque. Sainz naar P2, Perez op het podium. Norris 4, Russell 5 en wij komen dus als 8e. Goed gedaan, jazeker. Jammer van Piastri, maar goed, dat geeft niks. Heel veel waarschuwingen gekregen, sorry daarvoor. Voornamelijk bochtafsnijdingen en touchés met bijvoorbeeld Dan Ticktum. Klassement, 8 punten nu op onze naam. En klimmen naar Esteban Ocon voor P10. Maar zijn nog niet echt waar we willen zijn. P7 in het constructeurskampioenschap. Klimmen naar Aston Martin, waarin wij vorig seizoen zo hard moesten knokken om die positie. Rivaliteit breakdown, 22 tegenover 15 met Ocon. Ziet er goed uit. Team acclaim is ook gewoon goed. Zo hoort het namelijk.
En jazeker, $437,800 erbij geschreven. Jammer, want beide coureurs, races, dat soort dingen, ik weet niet wat ik zeg. Anyway, ja, beide coureurs, dankjewel, ik zei het goed, die hebben wat schade gereden. Mezelf en Piastri, jammer. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben trouwens nu op mijn kanaal. Abonneer dan gewoon voor meer wekelijkse Formule 1 content. Gewoon doen. We gaan lekker met abonnees. Het zou echt vet zijn als je hier mee deelnam. Oftewel, gewoon abonneren. En schakel ook dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering van mij mist. In het weekend 2 video's van Mighty Career Mode. Standaard om 1 uur. Dat kun je van mij verwachten. Dit was het al, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Watch out, watch out, watch out, watch out.